Commissaris neemt het op voor Dijkgraaf. De zomerondernemer gokt op succes Visa's. En is Almere City klaar voor MVV? Goedenavond, commissaris van de Koningin Leen Verbeek vindt dat Dijkgraaf Henk Tiesinga ten onrechte publiekelijk wordt beschuldigd van belangenverstrengeling. De Dijkgraaf is in opspraak geraakt omdat hij zich in het verleden bemoeide met de aanleg van het grote windmolenpark bij Noordoostpolder. Omdat hij toen ook al Dijkgraaf was, spreken meerdere partijen hier schande van. Mag en kun je als Dijkgraaf de dijken bewaken en tegelijkertijd voorzitter zijn van een organisatie die bij die dijken een groot windmolenpark wil bouwen? Dat is de vraag waarom het draait. Maar de discussie is bij Leen Verbeek in het verkeerde keelgat geschoten. Ik vind dat de Dijkgraaf onterecht negatief in het nieuws komt. Het is een zeer integer man van statuur die naar mijn overtuiging zijn werk goed gedaan heeft. Ons Noordoostpolder en ook de PVV in Provinciale Staten hebben de dubbele rol van Tiesinga aangekaart. En het waterschap van de Dijkgraaf zelf laat nu uitzoeken op welke manier Tiesinga zich met het windmolenpark heeft bemoeid. De onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Toch geeft Verbeek al zijn mening. Ik meng me bewust in de discussie en weet dat ik ook het risico loop dat ik daarmee onderwerp van debat word. Maar alleen dan heeft een uitspraak van mij betekenis. En als ik achteraf praat van het was toch zo'n goede vent en ik heb het altijd al wel geweten, dat daar koop je niks voor. Verbeek zegt nu al zeker te weten dat Tiesinga zijn rol als dijkgraaf niet heeft misbruikt voor het realiseren van het windmolenpark. De dijkgraaf kan helemaal niet, al zou hij dat al willen, dit soort dingen regelen of ritselen. Dus alleen al het verwijt dat er dan verstrengeling van belangen plaatsvindt, verwerp ik verre van mij. Ja, de reactie van Leen Verbeek is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. De PVV en D66 in Provinciale Staten reageerden verbaasd op zijn uitspraken. Het is onder meer de PVV die zich druk maakt over de dubbele rol van Tiesinga. De partij vindt zelfs dat de dijkgraaf moet opstappen. Dat de commissaris nu zijn persoonlijke mening geeft, vindt de partij erg vreemd. Dat de heer Verbeek zich mengt in de discussies, zoals wij het zelf noemen, onbeholpen, een beetje knullig. De PVV vindt de mening van Verbeek des te vreemder, omdat het onderzoek naar de rol van Tiesinga nog loopt. En bovendien zijn er vragen gesteld aan het college van GS. De discussie moet open en eerlijk gevoerd worden en dat moet je niet beïnvloeden. Leen Verbeek heeft zijn mening onder andere op zijn weblog gezet. En ook D66 heeft dat gelezen. Van die partij mag de commissaris wel reageren, maar verstandig is dat niet. Hij begint zijn bijdrage met te stellen als uitgangspunt dat de dijkgraaf betrouwbaar en integer is. Namelijk dat laatste. Daar heb ik daar op zich niet zo'n mening over, maar het is voor de discussie denk ik niet handig om dat als uitgangspunt te nemen. Juist als anderen dat ter discussie stellen. En wat je nu ook ziet is dat het koren op de molen is van de schreeuwers die roepen om het vertrek van de dijkgraaf. En denk ik, ja, dat is, kan je afvragen of de commissaris zo de dijkgraaf een dienst bewezen heeft. En dat was volgens mij wel zijn bedoeling. Dus in die zin is het volgens mij niet zo heel handig op deze manier. Zorgorganisatie Coloriet en woningstichting Woonpalet in Zeewolde hebben de handen ineengeslagen om het zorgcentrum De Sphinx in Zeewolde flink uit te breiden. In 3 fases moeten er naast woningen ook zorgvoorzieningen bijkomen. Zeewolde mag er wel de jongste gemeente van de provincie zijn. Zeewolde vergrijst ook. De eerste fase van het plan moet ervoor zorgen dat ook mensen die veel hulp nodig hebben in Zeewolde kunnen blijven wonen. We gaan daar mensen huisvesten die nu eigenlijk Zeewolde uit moeten, omdat er geen plek is in Zeewolde voor die zorg. Dus zometeen kunnen alle Zeewoldenaren in Zeewolde blijven wonen, ook als ze hele zware zorg nodig hebben. De uitbreiding van de Sphinx moet in 3 fases plaatsvinden. Aan het bestaande deel wordt het deel gebouwd voor mensen die veel zorg nodig hebben. Mensen met zware lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld dementie. De volgende 2 fases komen pas later. Daar worden woningen gebouwd die kunnen worden aangepast aan de zorgbehoeften van de cliënt. Want we weten niet hoe snel de vergrijzing gaat, hoeveel behoefte er is. Dus we zijn heel flexibel en dat kunnen we zijn dankzij het feit dat we dat met Woonpalet samen doen. Hè? Coloriet en Woonpalet samen. Zodat we met elkaar afspraken kunnen maken over de huur van die woningen. De Sphinx kampt op dit moment al met een wachtlijst en wil daarom zo snel mogelijk beginnen met bouwen. Nu is het woord aan de gemeenteraad. Die moet de plannen nog goedkeuren. Er zullen in de gemeente Lelystad nieuwe bushaltes worden geplaatst. Dit meldt de gemeente.
De stemmingen moeten beter bereikbaar zijn, zodat er meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Vanwege de werkzaamheden wordt er op sommige plaatsen ook openbaar groen verwijderd. Deze werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen, maar de gemeente probeert dat te beperken. Een Almeerse leraar die in januari is opgepakt omdat hij een kinderpornobezit zou hebben en zou hebben verspreid, was betrokken bij een grote online kinderpornonetwerk Dreamboard. Dat netwerk hebben Amerikanen onlangs opgerold. In het onderzoek, waarin het al 72 personen zijn aangeklaagd, zijn 2 Nederlanders aangehouden. De Almeerder moet eind september voor de rechter verschijnen. De 16-jarige Jannik Brinkman uit Almere is een webwinkel begonnen met zelfgemaakt karperaas. De jonge ondernemer is zijn eigen bedrijf gestart met hulp van de provincie. Die ondersteunt 45 jongeren via het project Zomerondernemer. Jannik wil van zijn hobby zijn beroep maken. Hij is gek op karpervissen en hij claimt met zijn eigen gemaakte karperaas beduidend meer vissen te kunnen vangen. Ik heb de wedstrijd ermee gewonnen. En wanneer ik zelf ga vissen, vang ik... Normaal vroeger ving ik bijvoorbeeld 5, 7 op een nacht. Maar nu heb ik wel eens uitschieters erbij van 12, 15 karpers op een nacht. En dat komt allemaal door dit rode bolletje, ook wel een boilie genoemd. Maar wat er precies allemaal ingaat, dat houdt Jannik geheim. Dat wil ik niet verklappen, want ik ben bang dat andere mensen het ook... Als ik nu alles ga opnoemen, kunnen ze het opschrijven, zo meteen. En dan kunnen ze zelf ook aan de gang gaan. Gesproken door een ware ondernemer. Met de hulp van de provincie is hij druk bezig met het maken van een website, zodat iedereen het karperaas kan bestellen. Een kans die hij met beide handen aangreep. Dat vind ik het leukst, om van mijn eigen hobby, het karpervissen dan, een beroep te maken. De zomerondernemers krijgen een klein startkapitaal tussen de 100 en 200 euro en worden verzekerd door de provincie. Voor Almere City FC begint morgen de nieuwe competitie in de Jubilee League. De ploeg neemt het in Maastricht op tegen MVV. Vanmorgen werd de laatste training in aanloop naar de competitie afgewerkt. Almere City wil dit seizoen hoge ogen gaan gooien en zelfs deelname aan de play-offs afdwingen. De ploeg barst van de ambitie en lijkt helemaal klaar voor de ouverture van morgenavond in Maastricht, toch? Dat denk ik wel, ja. Dus sterker nog, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat voor ons de voorbereiding lang genoeg heeft geduurd en we zijn er allemaal klaar voor. Ik denk het wel, al wat ik zeg, 8000 man, 9000 man uit bij MVV. Ik ben benieuwd hoe iedereen daar tegen bestand is. Almeres moet het in ieder geval doen zonder de motor op het middenveld Mitchell Burgzorg. Na een knieblessure voelt hij zich fit, maar hij mag nog niet spelen van de dokter. Dat is lastig. Ja. Helemaal de manier hoe ik in elkaar zit, is het heel moeilijk. Als de dokter nadrukkelijk zegt dat het gewoon niet een beetje, maar veel te gevaarlijk is als hij gaat spelen, ja, dan moet je je daar gewoon aan houden. Burgzorgs plek zal worden ingevuld door Mitchell Kappenberg. Voorin is de Tsjech Schulmeister nog altijd niet speelgerechtig. En dus vormen Mikael Rosheuvel, Rihairo Meulens en Thijs Sluiter de aanval. En die laatste verwacht een stuntje morgenavond. Ik denk dat als wij ons tactische concept goed uitvoeren, dan gaan we daar winnen met 1-0, 2-1. Vanwege het 25-jarig bestaan van onze provincie heeft Omroep Flevoland 25 mensen gevraagd naar hun favoriete plek. Vandaag in de serie de mooiste plek van Flevoland, Gert Kolstee uit Lelystad. Dit is mijn mooiste plek van Flevoland, want ik zie hier al jaren natuurontwikkeling, agrarische bedrijfsvoering en de opwekking en het transport van duurzame energie op een wat mij betreft volstrekt harmonieuze manier met elkaar omgaande dag door. We hebben het hier over de brug over de Lage Vaart, de buurt van de Drontenweg, net bij Lelystad. Gert Kolstee woont en werkt al 40 jaar in Lelystad. Jarenlang was hij werkzaam als landbouwkundig onderzoeker. Nu houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van windenergie. Van windmolens wordt vaak gezegd dat ze het landschap vervuilen. Iets wat volgens Kolstee op deze plek absoluut niet zo is. Ik zie het hier gewoon kloppen. En dat is het leuke. En ik wil dat eigenlijk ook wel eens een keer uitdragen. Als tegenhanger tegen toch veel reacties die ik hoor van dat het allemaal maar niks is met windmolens in Flevoland. Ik zal de laatste zijn die zegt dat het af en toe hier en daar niet wat mooier kan. Maar ik wil toch graag dit stuk ook eens een keer onder de aandacht brengen van mensen. Het kan ook heel mooi zijn en het stoort elkaar totaal niet. Door zijn verleden als agrariër is Kolstee nog erg gewend aan vroeg opstaan. Regelmatig zit hij om 5:30, 6:30 ochtends al op de fiets. Als ik kan dan vanaf mijn woning aan de Wijngaard naar de Runderweg ook zomaar even een bochtje maken van 10 minuten, dan fiets ik toch even hier over deze locatie.
En ja, het is net of je dan een stukje power krijgt waarvan ik dan ervaar van... God, wat is dat toch allemaal prachtig mooi hier in deze streek. Ja. Stukje inspiratie. Ja, doe ik inspiratie en op, absoluut. Ja, ja. Ja, prachtig plekje in Flevoland. Het is over het nieuws van donderdag 4 augustus. Meer nieuws op omroepflevoland.nl. Voor nu een goede avond en heel graag tot morgen. Dag.